grote griebels. Nou, thuis hoor ik heel veel station. Ik wil het ticket, het is al niet aan het regenen, hè. Dit is een beetje een generale repetitie voor het pedestrian mobile werken. Ik heb een aantal spullen bij me, dan hoop ik maar dat ik niet met mijn sleepdraad door de hondenpoep loop. Dat is natuurlijk altijd een risico. Het zal wel meevallen. Ik heb ook ontdekt dat mijn camera niet meer dan 10 minuten achter elkaar opneemt. Dat is enigszins lastig. Dus daar moet ik rekening mee houden. Ik heb een actioncam, maar daar is het geluid waardeloos van. En zo is het altijd wat. Maar ik heb meerdere camera's. Ik zal de volgende eens even meenemen. Die heeft, vind ik, een iets minder sprankelend beeld dan deze. Het is wel een erg fijn ding. En heel geschikt voor dit soort zaken ook. Nou, ik ga hem even onder die bomen plaatsnemen op een bankje. Even rustig de bol uitzoeken. Ik ga niet zenden nog, om twee redenen. Allereerst bleek mijn accu later het niet te doen, dus ik heb geen idee hoeveel stroom ik nog heb. Die accu's zijn al 2 maanden niet opgeladen. Ik weet niet wat de zelfontlading is. Ah, daar is een luchtballon nog steeds. Maar verder is het zo dat de condities niet ideaal zijn. 20 meter is niet goed, 40 meter wel. Dus ik ga maar op 40 meter luisteren. Eens even kijken hoe en wat. Het is in ieder geval geen zwaar amateurstation. Dat kan ik wel zeggen. Het is echt super lichtgewicht. Dus dat zullen we even laten zien. Zo, nou, daar is nog plek. Dan gaan we daar maar. Heel licht is het niet. Het begint al wat donker te worden. Thuis leek het heel donker. Maar buiten valt het wel mee. Denk ik. Hoop ik. Ik hoop dat het erop komt. Nou, maar even zitten. Ja, wat heb ik bij me? Het is wel handig. Ik heb mijn handen dus inderdaad vrij. Dit is het volledige amateurstation. Behalve de antenne. En dit is de antenne. En de sleepdraad. De antenne die moet 1,70 meter uitgetrokken worden. Dus, en daarvoor hebben we dit handige gereedschap uit moeders naaidoos. Nou ja, mijn eigen naaidoos eigenlijk. Volgens mij is dat tot aan de spoel, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Even kijken hoor. 1070, nou, oh nee, ik zit al te ver. Niet 107, maar 1070. Het is tot de bovenkant van de spoel, denk ik. Dat is tenminste bij die andere zo. Nou, ietsje korter nog. Zoiets, dat moet het zijn. Nou, dan maar even de zendontvanger pakken. De accu's die laat ik mooi in de tas zitten. Dat kan ook. Dat is geweldig. Zo. Even alles ontwarren en aansluiten. Zo. Dan komt deze op de zendontvanger. En deze grote griebels. Oh, wacht even. Ik heb dat hele verloop niet nodig. Ik heb hier een, dat is voor die andere antenne. Ik heb deze nog niet bijzonder veel gebruikt. En ik heb er niet aan gedacht. Moet wel een beetje voorzichtig zijn dat het allemaal niet afbreekt. Maar het gaat lukken. Ga ik vanuit. Even kijken hoor. Ik zit toch niet met een 75-50 ohm probleem. Nou. Ik hoop dat de camera nog een beetje gericht is. Ik zou er wel eens naast kunnen zitten. Ik zal het beter opletten. Ik kan nu moet ik ergens een schakelaartje zien te vinden op de tast. Nou, daar zit even wat voor.
Nou, dat kabeltje is dus niet nodig en dat hokje erachter ook niet. Ik weet niet of het zichtbaar is. Eigenlijk heb ik wel een beetje mijn bril nodig, mijn leesbril. Dus ik ga hem even pakken. Nou, thuis hoor ik heel veel stations, maar hier valt het mee. Maar ik zit ook onder in de band. Ik sta nog in CW, dus dan moet ik even aanpassen. Hoe werkte dat ding ook alweer? Mode. Lower side. Ik wil wat tikken, het is al niet aan het regenen, hè? Nou, we horen niet heel veel. Dit is al weinig. Thuis zit de band vol. Er is hier wel veel storing, zeg hier. Of carriers. Mag iets smaller. En wat kleinere stapjes. En dit werd zo mooi. Nou, zo is het wel. Ik heb niet de mogelijkheid heel makkelijk om nu die tegencapaciteit aan te sluiten. De volgende keer wel even een loopje mee te meenemen. De tegenkap doet niet ook wel. Ik vind het tegenvallen. Dit was de vorige keer al anders. Toen had ik de Xiego bij me. Toen zat ik één bank verderop. En thuis is de band nog redelijk vol. Nou, ik heb op 20 meter luisteren, want dit is, nou, het kan natuurlijk zijn, er zijn zonneuitbarstingen, dus het kan best wel zijn dat het ineens goed is, de condities. We hebben hier een volume, een sidewind, band, 20 meter. 30 meter. En waar nou dan? Oh, ik weet al wat er aan de hand is. De accu is leeg, daardoor doet hij zo vreemd. Ja. Ja, dus de accu gewoon leeg. Ja, daar was ik al een beetje op bedacht, omdat de lader het niet deed. Ja, ik zie geen spanning staan, maar... Conclusie lijkt me duidelijk, dit is een typisch effect van lege batterijen. Volgende keer beter. Jongen. Nou, dat is operatie geslaagd, patiënt overleden of zoiets. Niet super. het had zo leuk kunnen zijn. Ja, enigszins teleurgesteld. Maar ja, dan maar opladen. En daar is er eentje, die hangt boven... Klaverblad hoevenlaken, zo te zien. Verder inzoomen gaat niet. Dus ik weet niet, er staat niks op te lezen. Het is een regenboog gebeuren. En hij drijft, er is wel snelheid. Kijk, misschien zie je de vlam. Een paar keer vonken. Ja, zo spectaculair is het niet, hè.